Ben je ooit een drag queen, hele fully drag queen geweest? Nee. Zou je dat wel eens willen? Ja, tuurlijk. We zijn officieel begonnen. Halverwege. Yeah. Ik ga mezelf nu voor het eerst bekijken in de spiegel. Ja, weet je wat toevallig is? Hier zitten gewoon twee drag queens. Hè? Hè? Oh! Wij gaan jullie omtoveren. Hoe lang duurt dit ongeveer, gemiddeld? 3 uur. Dus wij hebben 3 uur om een naam te bedenken voor onszelf. Dit zijn trouwens Gaia en Roos. Let's go! Gaia en Roos vroegen ons net van, hey, hebben jullie ook een voorkeur? Wat je wil, wat je mooi vindt? Ja, ik heb geen idee. Ik ben echt zo nul. Boeit jou ook niks, toch? Nee, boeit me eigenlijk niet. Nee, ik weet er ook eigenlijk helemaal niks van. Ik wil gewoon veel blush, veel highlighter, strakke wenkbrauwen en wel natuurlijk. Ja. Je moet even een vette naam bedenken. 5 minutes later. Snappy Kelly. Kelly Mogul. We gaan nu lippenstift op je ogen smeren. Werkt als perfecte basis voor je oogschaduw. Ik geloof alles wat jullie zeggen. Als je op een gegeven moment zegt, ja, we gaan nu paardenkak gaan we nu op je oor doen, maar dat geeft een heel cool effect, dan geloof ik het gewoon. Nou, toevallig. Ja, toevallig. Jij gaat ook nog kakken, toch? Ja, zo meteen. Ja, precies. Ja. Dit is echt heel lijp. Zo mooi hoe je dit doet. Thanks. Ik ga nu ook niet weer in de spiegel kijken totdat het helemaal af is. Ja, ik wilde een foundation met die een beetje leek op mijn natuurlijke kleur. Dat is wel gelukt, toch? Perhaps he wants to get attention. Je tanden zijn nu wel witter. And perhaps not. Who knows? We zijn 2 uur verder, dames en heren. Ik hoop dat jullie een klein beetje verschil zien met hoe het eerst was. My name is Kelly. Polly Supreme. Yo, we out here, man. Don't worry about that, man. Vervolgens hebben we nog 3 uur in de make-up gezeten en hebben Gaia en Roos ons van alles geleerd over de drag queen kunstvorm. Ik vind het belangrijk als iemand die is opgegroeid op het platteland, dat ik zo vaak mogelijk in aanraking kom met zoveel mogelijk verschillende mensen, culturen en gedachtegangen. En daarom moet ik even zeggen dat Paul en ik het fantastisch vinden dat op deze manier iedereen kan zijn wie hij of zij wil zijn. Outfitjes en pruiken. En dan is het nu tijd voor het eindresultaat. Ik moet even wijn halen. Oh my god. Ik weet helemaal niet hoe ik eruit zie. Mijn jurk is aan. Ik heb het beeld expres een beetje wazig laten maken. Anders zien jullie het eindresultaat al. Paul zich hier al aan het aankleden. Ik ga mezelf nu voor het eerst bekijken in de spiegel. Met een full glam. Jezus. Ik ben serieus best wel lekker. Hé, schat. Oh god. Kelvin is gewoon mooier dan Nina. Oh, Nina. Hey. Ik ben lekker, hè? Ja, dat is lekker. Ja. Ik zou je zeker doen. Ja, ik zei, ik ben lekker, hè? Ja. Moet je niet fucken, hoor. Moet je niet fucken, nee. Don't fuck with me. Is het ook oké? Fuck aan QC! Kijk hoe lekker ik ben. Ik wil het jou even laten zien. Ik ga. Je hebt me nog nooit zo knap gezien. Wat dan? Hey. Kijk, dit is Polly. Polly is er ook. Polly is een soort. Hi Polly. Hi schat. Oké. Okay. Dat ik hier maar dat is niet het enige wat er gebeurd is in mijn leven. Dus daarom gaan we nu kijken naar wat grappige momenten. Bla 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 bla. Ik heb een cadeautje voor je. Nee, hou op. Nee. Ik denk dat ik hem moet geven. Ja, jij moet het geven, ja. In de allereerste vlog hebben jullie een wedstrijdje gedaan. Hebben wij een wedstrijdje mensen gedaan? Hebben gestemd. Oh, en daar is een God winnaar uit. Vol of even. Ik weet van beide dat jullie een grote lul hebben, allebei. Er is natuurlijk één iemand die gewoon echt groot geschapen is. Hé, hey, dat weten we helemaal niet, hè? Dat denken mensen. Ja, hallo. Ja. Jij wint officieel. De grote dan Paul. Gefeliciteerd. Ja, dat mag voor geapplaudisseerd worden. Ja, dat had hij nou echt niet hoeven doen, hè? Ik ben vandaag aan het chillen met Dennis en Olivia. Terwijl Evan Brakbord ernaast ligt. Toch wel het meest romantische koppel van heel Nederland. Wat zeg ik? België en Nederland. Ze zitten wel echt braaf, gewoon heel ver uit elkaar. Dus ik heb wel eens gezegd, Dennis, een relatie met iemand uit België zou ik moeilijk vinden. Ik versta haar eigenlijk nauwelijks. 9 van de 10 keer. En aan het begin met zeg ik gewoon ja, maar eigenlijk weet ik eigenlijk helemaal niet wat ze zegt. Maar versta jij hem altijd? Wat dat? België is wel een beetje de goedkope taalvariant van Nederlands. Zegt de Hagenees. Rustig. Zij is geen Belg, dus. Nee, met Pools. En Amerikaans. Ja. En Amerikaans.
Waar loop je dan tegenaan in het dagelijks leven? Belgisch versus Nederlands. Ze zegt achter elke zin misschien. Zullen we gaan? Misschien. Zeg, je hoeft dat misschien niet achter te zetten. Je billen. Oh, daar hebben we al zoveel discussies over gehad. Ik irriteer me daar gewoon echt mateloos aan. Dan zegt ze, oh, uw poep. En dan zeg ik, mijn poep. Wat mijn poep. Maar ben je wel trots? Ik ben geen Belg, dus ik ben niet trots. Je bent geen Belg, dus ik ben niet trots. Ja, maar ik ben van Polen. Dus wat als je zou zeggen, oh, wat een lekker kopje koffie heb ik net van Kelvin gekregen. Dostałam dobrą kawę. Ik kan niet zo goed Pools verstaan. Wat? Was heel kort. Twee woorden, ja. Zo'n koffie, Kelvin. Maar dan is het gesprek. Dit is misschien nog raarder. Dit is de raarste van de raarste. Van de Belgische nationaliteit, taal, bla bla. Zeg ze ineens tegen mij, oh, ik heb mijn regels. Dan mag jij nu raden wat dat betekent. Regels? Ik zeg tegen haar, ja, inderdaad, ik heb ook mijn regels. Ja, regels als in, oh ja, voor 12 uur thuis zijn. Geen andere jongens laten. Ja, en niet de eerste date meteen naar bed. Dat zijn toch regels? Dat zijn regels in Nederland. Ja, bij ons is niet. Ik zeg, ik heb mijn regels als ik ongesteld ben. Zeg, ik heb mijn regels. Maar Olivia, val jij op foute jongens? Of, Soms, denk ik. Nou, ik weet het wel. Als mijn tijdje volgt, weet je dat ik graag jeeps rijd. Hey. Wat is dit? Weet je wat leuk is aan de jeeps, Paul? Dat weet jij ook. Nou? Elke keer als wij in een jeep stappen, is er weer een nieuw avontuur. Oh ja. Yeah. Dat is hoe het is. Elke keer weer. Wij stappen erin. Het hele leven is anders. Helemaal. Een nieuw adventure. Ik stel jou de vraag. Stap je in? Oeh, het is wel een heel ding gelijk, hè? Ja, het is meteen... Ik ben fit. Ik ben ready voor een avontuur. Let's go. Okay, stap in die tand. Yes! Zit je goed? Ja, ik ben heel benieuwd wat dit voor adventure. Oké. Okay. Oh, mag ik drukken? Mag ik drukken? Jij mag drukken. Yes. 3, 2, 1. We did it, man. Bedankt voor het kijken allemaal. Abonneer op mijn kanaal en volg me ook op Instagram. Doei.